Welkom, daar zijn we dan weer. Buenos dias, een nieuwe NEC-update vanuit Spanje. We staan vandaag op het strand. Na die leuke NEC-update gisteren door gastpresentator Bart van Rooij. Leuk gesprek had hij met Dirk Proper. En zoals Bart het al zei, we gaan vandaag terugblikken een beetje op die wedstrijd van NEC gisteren. De oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Ja, we mochten de bergen inrijden, zo'n 40 minuten van ons hotel. En we kwamen toen uit in Estadio José Borges Quintana. En daar was het koud. Echt heel erg koud. Zo koud dat NEC daar geen rekening mee had gehouden. Dat teamchef Moesloe nog even terug moest met de auto om wat jassen op te halen. Zodat de mensen er toch wat warmer bij zaten. Nou, er waren ongeveer zo'n 100 supporters bij deze wedstrijd aanwezig. Ook kijk, John de Wolf van Feyenoord was ook een van de aanwezigen. En er was zelfs een heuse stadionspeaker opgetrommeld om de wedstrijd een beetje in te luiden. Kijk, hier noemt hij eventjes wat spelers op. Brand new tank. Con el número 18, number 18, Cookie Okwagwa. Ja, dat klinkt dan toch anders in het Spaans. Maar goed, even de wedstrijd. Goede eerste helft. Sano viel voornamelijk ook op. Maakte ook een doelpunt. Het eerste hier, deze is van Matson. Maar er was op aangeven van Sano. Sano tikte de 2-0 in. En daar bleef het dan ook bij die 2-0. Goed, toen konden de spelers even snel warm naar binnen. En buiten op het veld gebeurde nog even wat. Want de club van 19 was ook aanwezig. En die gaan traditiegetrouw dan altijd even penalties nemen tegen de keepers van NEC. Kijk, hier ging de een na de ander. En ze probeerden allemaal de keepers te passeren. Maar goed, we hebben ook gesproken daar. We hebben gesproken met Kelvin Verdonk over het afgelopen seizoenshelft. Over trainingskamp en zijn toekomst bij NEC of ergens anders. Kelvin, dan gaan we naar Spanje en dan loop je te rillen van de kou. Ja, niet normaal. Gisteren hadden we nog lekker weer. Gisteren was het aan het stormen volgens mij en vandaag veel wind. Dus dat is wel kloten. Hey, even over de oefenwedstrijd. Hoe ging die? Ik denk in de eerste helft goed. We maken 2-0 en in de tweede helft, mijn gevoel was dat minder in de tweede helft. Het was wat trager allemaal, maar op zich een goede oefenwedstrijd. Goede tegenstander om tegen te spelen. Even ook over jou. Jouw contract loopt af. Is er nog een optie op? Hoe ziet jouw toekomst eruit? ik weet niet. Ik heb nog niks gehoord. Volgens mij moeten ze voor, wat is het, april of maart of zo, moeten ze het laten weten of ze het willen activeren, de optie. En anders zie ik het wel. Ja, maar kijk even terug naar het eerste seizoenshelft. Jij hebt gewoon een prima eerste seizoenshelft, toch? Ja, tuurlijk. Ik kom nu ook op een leeftijd dat ik ook aan andere dingen moet gaan denken. Ik word 27 alweer. Dus voor mij is het belangrijk dat het sportief en financieel wel moet kloppen. Ja, maar dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt van dan wil ik eigenlijk in de zomer ook wel eens een stap gaan maken nog. Ja, tuurlijk. Dat sluit ik niet uit. De tweede seizoen zelf is heel belangrijk voor mij. En dan gaan we zien wat het brengt. Ja, maar wat zijn zo je ideeën dan? Je zegt van ik ben 27, dus ik moet nu daar ook een beetje aan gaan denken. Wat denk je dan aan? Als ik eerlijk ben, zie ik een stap weer naar het buitenland wel zitten. En dan zou die toch deze zomer moeten komen? Als je als NEC die optie nog gaat verlichten. Ja, ik denk dat het wel ideaal lijkt eigenlijk. Als het deze zomer gebeurt, dan kan NEC nog wat aan me verdienen als ze de optie activeren. En ik kan een mooie stap maken. Dus dat is denk ik voor beide gevallen een win-win situatie. Voor mij moet het wel kloppen. Ik heb het hartstikke naar mijn zin hier bij NEC. We hebben een leuke spelersgroep. Ik pas goed in de groep. Ik ben goed met de staf. En ik denk dat ik ook wel geliefd ben in Nijmegen onder de supporters. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk. Hoe zie jij het tweede seizoen zelfs voor je?
Ja, gewoon dat ik alles ga spelen. Ik verwacht meer goals en assists van mezelf. Ik denk dat ik aanvallen nog wat stappen kan maken. Ik denk dat ik meer in balbezit speel, meer vanuit de passing, zeg maar. Zoals als je kijkt naar Bart van Rooij bijvoorbeeld, die best aardige statistiek heeft volgens mij. Ik denk dat ik dat ook wel kan. Goed, we moeten dus rekening houden dat Kelvin Verdonk ook misschien nog wel eens deze zomer gaat vertrekken. Dit was hem dan weer, de NEC-update van vandaag. En morgen zijn we weer bij je terug. Dan gaan we weer even kijken bij de training van NEC. En praten we met trainer Rogier Meijer. Graag, tot dan. Goal of Magnus Magen, scores number 8, Magnus Madsen.